Dit is Tijd met Jezus, jouw dagelijkse Bijbelmoment. Luister in de stilte naar de stem van de Heer. Dit is het Bijbelwoord van deze dag. Handelingen 4 vers 11 en 12. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Wat valt je op aan deze woorden? Wat raakt je? Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Alleen door mijn naam kun je gered worden. Als je je leven op mij bouwt, zal er heil en genade in je leven komen. Laat mij de hoeksteen van je levenshuis zijn, zodat je huis een krachtig fundament heeft van genade en wijsheid en barmhartigheid. Ja, laat je zelf als steen gebruiken voor de bouw van mijn huis op aarde, zoals in de hemel. Bid deze woorden en blijf dan nog even stil in de aanwezigheid van Jezus. Jezus, dank u dat u reddend aanwezig bent. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.